indringend verhaal. Want vanavond komt de vriendin van Peter R. de Vries, die nooit verteld heeft wie ze was, naar buiten. Dat is voor de eerste keer. Een klein stukje van de promo van die documentaire. 6 jaar lang was ze de anonieme partner van Peter R. de Vries. Er was natuurlijk een enorm leeftijdsverschil. Ze is schrijfster, ze is journalist. Ik zag dat ze heel erg bij elkaar hoorden en bij elkaar pasten. Hij was gelukkig met haar. In Vertrouwelijk maakt ze zichzelf bekend. We hebben haar, Simon Fuik, jij kende Peter goed, hebben we besproken. We hebben haar nooit gezien tot nu toe. Eerst even dat. Waarom weten we helemaal niet 6 jaar lang wie zij is? Ja, ze hebben ervoor gekozen om hun relatie ook anoniem te houden. En zij legt dat vanuit zichzelf vanavond uit. Een van de belangrijkste redenen voor haar was om niet ervan te beschuldigd te worden dat je Peter als een kruiwagen zou gebruiken voor je eigen carrière. Zij is nog relatief heel jong, stond echt ook aan het begin van een carrière en wilde het op eigen kracht opbouwen. En dat heeft zij gewoon ook gedaan. En dat is een denk ik heel begrijpelijk argument. Maar vanavond geven het ook wel de context van hoe je om moet gaan met zo'n liefde in de wereld waarin we leven. Peter was natuurlijk een enorme bekende man. Werd altijd overal voortdurend aangesproken. En dan ben je al heel snel ook een soort van alleen maar liefje van. En dat wilden zij allebei niet. Zij wilden toewerken. Zij wilde echt toewerken en door de jaren heen moest de tijd hen brengen bij het moment dat ze echt samen naar buiten zouden treden. Ik ken Peter ook als een man die iedereen met wie hij echt een heel mooi contact had, dat was trouw, dat was doorleefd. Ik heb ook in de afgelopen weken dat we maakten vaak teruggedacht aan het verhaal wat hij me altijd heeft verteld, maar ook liet zien. Over zijn vriendschap met Cor van Hout. Dat lijkt een rare vergelijking. Maar dat was altijd een lotsbestemming voor Peter. En hij zei, dat was gewoon mijn vriend. En wat dan ook gebeurt, dan ging hij daarvoor. Maar die vriendschappen werden ook beproefd. Nou, dat geldt ook voor dit verhaal. Geldt dat echt. Zij, hun liefde is beproefd om op een moment te komen dat ze naar buiten konden treden. En alles was gericht op 2022. En dat is wel ook waarom nu de documentaire komt. Zij heeft daar enorm over geaarzeld, stap ik naar voren of niet. Maar voor haar was doorslaggevend, we zouden samen naar voren stappen. En dus doe ik het nu alleen. En ze wil gebruik maken van haar spreekrecht in de rechtszaal. Zal dan dus ook. Dat is ook een heel belangrijke drijfveer. Die beslissing had ze al eerder genomen. En dan is ook de vraag, hoe ga je dat verhaal dan vertellen? Hoe stap je naar voren? Dus in juni is dat inhoudelijke proces, dan zou ze sowieso naar voren zijn gestapt. Nou, ik heb de film mogen zien. Het is echt een hele mooie, indrukwekkende, indringende documentaire geworden. Maar je ziet ook Peter op een manier. Ik bedoel, we kenden hem allemaal professioneel. Hebben wel eens met hem aan een talkshowtafel gezeten of anderszins. Ja. Een beetje een bakvis. Hij was ongelooflijk verliefd. Kalverliefde op zijn. Ja, absoluut. Ik bedoel, het is mooi dat je erbij lacht en tegelijkertijd. Ja. Dat merk ik nu ook hoor, gewoon weet je, het is die lach, maar daar zit wel steeds die traan in. Ja. Want weet je, er zitten weer opnamen van Peter in. Op een gegeven moment rijdt hij op zijn motor langs de auto waar ze in zit en dan maakt ze opname. Ja, dat is Peter, weet je wel. En dat is natuurlijk, we kennen allemaal Peter als de Peter R. de Vries en we hebben allemaal een beeld van die man. Maar er zat zo'n lief mens in die man. Ja, en dan is vaak zo'n liefdesinvalshoek of een de familieinvalshoek. Dan komt Peter pas echt als Peter tot leven, weet je wel zo. En dat vind ik, ik hoop ook dat het voor iedereen die de documentaire ziet, het beeld van Peter weer completer maakt. Ik heb ook, dat wil ik echt graag even zeggen, afgelopen vrijdag was de uitspraak in de zaak van Nicky Verstappen. Nou, dat was echt de zaak der zaken ook. 23,5 jaar gewerkt aan dat einde. Wat dan is gelukt. Daar werd Peter R. de Vries vrijdag ook herdacht eigenlijk, ook in de uitspraak. Omdat hij het voor elkaar kreeg om die zaak verder te krijgen. Maar Peter zelf werd er ook herdacht. Weet je wel, door de intieme familie van Nicky. Die missen die man zo enorm. En dat is ook die Peter, weet je wel. Ik vind het zo belangrijk om dat beeld toe te blijven voegen aan het beeld van Peter R. de Vries. Ik weet je zegt met die tranen. Ik wil het ook met je. Dat beeld komt schitterend naar voren in die documentaire. Want
hij is vermoord. En zij zegt ook in die documentaire, de weken voorafgaand daaraan was hij toch anders. Hij begon ineens over de dood. Andere details zullen in de film zitten, dus ik kan niet te veel verklappen. Dat klinkt slaam. Maar waaruit echt bleek dat hem dat heel erg bezig hield. Heb jij dat ook aan hem gemerkt? Ja, ik was al bang dat die vraag zou komen. Nou. Ja, nou ja, dat is natuurlijk. Na 6 juli is er echt een nieuwe werkelijkheid waarin je natuurlijk terugblikt op die werkelijkheid daarvoor. Ja, en voor mij geldt dat ook. Ik bedoel, en vanavond blijkt in ieder geval hoe dat in die relatie werkte. En je zegt, nou, ik zal het niet verklappen, maar er zijn echt hele concrete dingen. Ja. Dat je denkt van, potverdikke me. Wat speelde er ook in zijn hoofd af? Hè? Gewoon, hoe is hij daar naartoe gegaan? Ik heb het ook gemerkt. Ik vond Peter sowieso de afgelopen jaren werd een, dan komt dat woord weer terug, maar een liever, een emotionelere man, een betrokkene man. Steeds meer. En het leek net alsof dat gewoon alleen maar in die laatste maanden, weken en uiteindelijk zelfs dus dagen is doorgegroeid. Gewoon echt heel beklemmend is dat vooral. Eén detail dan als het mag. Hij geeft haar elk jaar op voor haar verjaardag rode rozen, een boeket. Geeft er nu een boeket rode rozen met 1 witte en zegt die witte zal dit jaar rood kleuren. Ja. Het zijn, nou goed, vanavond in de film. Ja. Het gaat ook veel over de beveiliging. Ja. Want ja, daar is veel over te doen geweest. Laten we even kijken nog naar een insta over de vermoedelijke daders, moeten we blijven zeggen natuurlijk. De verdachten die mogelijk die dag nog werden opgepakt. En een van die mogelijke daders ontkent in de rechtszaal overigens nog steeds alles. Delano G. is de jongste van de twee verdachten. Hij was 21 toen Peter R. de Vries stierf. Hij zou de schutter zijn geweest. Delano wil niets kwijt over zijn rol. U hoort waar ik van beschuldigd word. Wilt u daar iets op zeggen? Nee. Nee? Nee. Zijn medeverdachte, de Poolse Kamil E., legde wel een uitgebreide verklaring af. Hij zou de vluchtauto hebben bestuurd. Wysoki sądzie, ja nikogo nie zabiłem, nic o morderstwie nie wiedziałem, żadnej broni nie widziałem. Ja po prostu dzień wcześniej dostałem informację, gdzie mam podjechać. Ja, wat moeten we hiervan zeggen? Wat wil jij hiervan zeggen? Ja, ik weet je, ik kijk hier nu naar eigenlijk met de ogen van vanuit de blik op vanavond, weet je wel. Ook als er de afgelopen weken weer zulke gruwelijke details loskomen over wat de verdachten dan hebben gezegd na afloop, dan denk ik gewoon echt vooral aan de nabestaanden, weet je. En hoe dat ongelooflijk erin hakt. Gewoon, dit hele verhaal is gewoon zoals dat altijd bij misdaad. Alleen omdat Peter zo ontzettend bekend was, maar ook zo'n onrecht bestrijder was. Hij moest juist niet op zo'n manier, dat kan niet, dat hij zo is overleden. En dat is vooral wat ik weet niet, ik kom daar niet doorheen. Weet je, ik kan ook bijna niet journalistiek naar dit verhaal kijken. Gewoon, daarvoor is de betrokkenheid gewoon te gaan. Nee, dat snap ik. Want hoe was het dan bijvoorbeeld op, laat ik dan een stapje terug gaan. Jij kreeg ook een telefoontje of een appje of op een gegeven moment om te horen, wat er gebeurd was. Neem ons mee naar dat moment. Ja, dat was van de partner van Peter. Ik zat in Don Roosje in Nijmegen bij een concert. Het zou om 8 uur beginnen van Neverone. Gewoon een popconcert, dat was toen zo. En ineens ontplofte echt mijn telefoon in de stille stand. En ik zag de naam van de partner. Andere namen, die naam weer. Ja, totale paniek. Echt elke keer weer, dat is zo'n intense paniek. Maar dus wel het begin van alles wat er daarna is gekomen. Waardoor we nu ook vanavond weer terugkijken op alles wat daar aan vooraf ging. Ik heb hier inderdaad een paar van die appjes staan die mannen aan elkaar hebben gestuurd. Dat gaan ze niet eens voorlezen, want het is zo ontzettend grof en onbeschaamd en hard. Maar wat ik hier wel heb is een citaat van zijn vriendin uit jouw documentaire. Waarin zij slecht over wat er gebeurd is. De aanslag had voorkomen kunnen worden, zegt ze. De man die hem achtervolgde, onder andere op 28 juni als ze samen in de stad zijn, deed dat zo opvallend dat het bij de politie is gemeld. Niks mee gedaan. Alle alarmbellen hadden af moeten gaan. Peter is afgeslacht omdat het systeem opnieuw faalde. Er is inderdaad melding gemaakt bij de politie van het feit dat een man achter Peter aanliep de hele tijd. Ja, maar dat is pas na de aanslag gebleken. Ja, maar vooraf gemeld. Ja. Er zijn echt wel. Ja, dat is echt, maar kijk, daarom is het ook. Ik vind het echt zo belangrijk dat de mensen die daar. Zij als partner, je zei vriendin, de partner van Peter, heeft dat van zo dichtbij ervaren. In de documentaire zit een moment dat zij hun gegraveerde armbanden ophalen in Amsterdam. Dat was op 26 juni.
En later bleek dat hij toen al werd gevolgd. En dat is de dag geweest dat ze met z'n tweeën voor het eerst gewoon naast elkaar liepen in Amsterdam. Ja, wat moet ik ervan zeggen, weet je wel? Ik bedoel, Er zit veel meer in, bijvoorbeeld over de beveiligingen. Dat zij ook zegt, er wordt heel vaak geroepen, Peter wilde geen beveiliging. Dat klopt gewoon niet, want hij wilde wel beveiliging, maar niet het alles-of-niets model wat hem aangeboden werd. Hij zei dan, ja, dan lever ik de sleutels van mijn leven in bij de overheid. Ja. En dan kan ik ook niet meer terug. Ja. Ja, ik denk toch, even terugkomen op wat je net ook aanvoerde. Ik denk dat de tragiek ook zo groot is dat Peter in dat hele Marengo-proces stapte. Echt primair om dat falen van dat overheidsoptreden in dat kroongetuigenproces tot dusver aan de kaart te stellen. Hoe kan het dat die boer werd vermoord? Hoe kon het gebeuren dat vervolgens ook nog zijn advocaat werd vermoord? En dat uiteindelijk je steeds meer het gevoel krijgt van, ja, de geschiedenis heeft het juist bij hem herhaald. Caroline van der Plas is actieve politica. Moet u hier iets mee? Ja, nou ja, vooral op het laatste punt wat je noemt. Hij wilde geen persoonsbeveiliging. En dan is het kennelijk bij justitie, nou, dan krijg je niks. Terwijl er wel gewoon beveiliging zou kunnen zijn geweest. De routes die hij nam bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ik vraag me wel af waarom dat dan niet is gebeurd. Dus ik ga daar wel vragen over stellen aan de nieuwe minister. Ja, ja, ik denk dinsdag in het vragenuur. En als dat niet gebeurt, dan schriftelijke vragen. Ja. Want het is, er zijn, ja, ik bedoel, onder andere het feit dat ik noem maar wat jij ook zegt, van dat hij geen kogelvrij vest wilde dragen. Zo betekent niet dat je helemaal niet geïnteresseerd bent in de hulp van overheid. Nee. Maar het ging natuurlijk ook vooral op de manier waarop überhaupt die communicatie verliep. Hè. Ja. Die was zo ongelooflijk slecht. Ik bedoel, als je daar echt over nadenkt, dan zijn de tranen weer weg. Maar dan ben ik ook gelijk echt ongelooflijk boos. Want Peter heeft daar tussentijds ook zo vaak over verteld, dat je daar maar gewoon niet tussen kwam. Het was gewoon echt met een arrogantie van, waar heb je het over? En bellen, afspraken maken, binnen 3 weken kom ik erover op terug. En dan wist je over 2 maanden, moet ik vragen, joh, wanneer zijn die 3 weken van jou om? Ja. En dan gaat het echt om leven en dood, nadat er al 2 moorden waren gepleegd. Ja. Okay. Ik vind dat echt, voor mij gaat dat ook echt gebeuren. Maar het onderzoek van de OVV, dat moet gewoon dit echt naar boven gaan trekken. Ja. Als dat niet gebeurt, dan weet ik het ook niet meer. Oké, een vraag van mevrouw van der Plas aan de minister. Vanavond, 9:50, NPO 1, de documentaire, vertrouwelijk. Dit was het, WNL op zondag. Heel erg bedankt dat jullie er...